Maar dat dat ingewikkeld blijft, moet ik helaas wel hier toegeven. Een vervolgvraag voor mevrouw Van der Werf. Ja, voorzitter, daar heb ik begrip voor. Ik zou wel graag willen weten hoe die verdere invullingen er dan uitziet. Ja. Dus wellicht kan de minister dat opnemen in een halfjaar rapportage. Zeker. Dan kunnen we dit ook oppakken bij vervolgdebat. Ja, dank dat zeg ik graag toe. Oké. Okay. Dan was ik bij... Zo'n mooi bruggetje naar monitoring. Ja. Hier zal ik voorstellen ook aan de leden dat we even dit hele blok afmaken en de minister de gelegenheid geven om alle punten te maken en dat we daarna de interrupties doen. De minister. Dan had ik hier eerst een vraag van, ik meen mevrouw Kuik en de heer Azarkan. Hoe zit het nou met een plan van aanpak tegen racisme en discriminatie? Volgens mij formuleerde de heer Azarkan dat wel werkt. Maar er is in principe een heel duidelijk plan van aanpak, uitsluiting, racisme en discriminatie. Daar is een heldere aanpak neergezet. Dat gaat dan over leren, bewustwording, doorlopende reflectie, normering, sanctionering. Ik heb een aantal aan het begin al genoemd, een aantal stappen. Denk aan de coördinator uitsluiting, discriminatie en racisme. Die als adviseur betrokken is bij alle zaken. Het landelijk team interne onderzoeken. Dat is gevormd om de complexe of eenheid overschrijdende interne onderzoeken uit te voeren. Die is deskundige weging, de triage van gedrag van politiemedewerkers in relatie tot plichtsverzuim. Dat betekent heel concreet als discriminerend gedrag expliciet wordt bezien om te komen tot het oordeel plichtsverzuim, dan dat er ook andere reacties en disciplinaire sancties op dit gedrag volgen. De politie werkt eraan om deze alertheid ook te borgen in de bestaande processen. En dat betekent dat er dan ook geen rechtsongelijkheid meer bestaat die het opleggen van sancties in gevaar brengt. Dus je wilt dat overal vergelijkbaar hebben. En misschien goed om nog aan te geven richting de Kamerleden dat ook de beroepscode wordt geactualiseerd. Dat wordt gedaan met een themablad uitsluiting, discriminatie en racisme. En daarbij wordt bezien of de bestaande uitwerking van artikel 1 van de grondwet daarin nog verbeterd kan worden. Dus ook dat wordt nu actief opgepakt. Dat zijn enkele voorbeelden van plan van wat er in de aanpak staat van de plan van aanpak uitsluiting, racisme en discriminatie. En daarop zullen we dus blijven en monitoren, maar vooral ook rapporteren, zodat de Kamerleden dat ook kunnen volgen. Mevrouw Michon Derksen vroeg welke rol kunnen de bonden hier in optreden en in spelen. Met de bonden wordt continu gesproken over alle thema's en onderwerpen met betrekking tot de rechtspositie, maar ook met betrekking tot de veiligheid van medewerkers. Dus zoals ik al eerder vanavond aangaf, de bonden spelen hier een hele belangrijke rol in. En als u het mij vraagt, is dat maar goed ook, want die zitten natuurlijk ook midden in die organisatie en kunnen alle signalen goed oppakken en ook weer op de juiste plekken neerleggen. Mevrouw Van der Werf, mevrouw Michon Derksen, die vroegen naar de monitoring. Dan is er wel een scherpe, wellicht een externe monitoring nodig. Uit het plan van aanpak blijkt dat de politie in beeld heeft, aan de hand van ook de stappen die ik noemde, van wat er nodig is en wat kan bijdragen aan cultuurverandering. En zoals gezegd, zo'n cultuurverandering is niet van vandaag of morgen. En ik denk ook dat we de politie de ruimte moeten geven, nu we ook zien dat er breed draagvlak is voor deze stappen, om dat ook echt te borgen en in de praktijk te brengen. Nou, we zullen de voortgang monitoren. En de uitvoering van het plan zal ook onderwerp van gesprek zijn in alle reguliere overleggen. Reguliere overleggen tussen mijn departement, de politie en de politievakbonden. Dus ik zal zorgen dat we dat ook breed ook op die formele plekken terughalen. Daarnaast is ook natuurlijk een blik van buiten naar binnen georganiseerd. Er is een externe raad voor inspiratie en advies die minstens vier jaar lang in gesprek gaat met de korpsleiding over de actualiteit. Want waarbij ik zeg, verandering komt van binnenuit, wil natuurlijk niet zeggen dat je niet van buiten expertise en advies en input organiseert. En dat is ook absoluut gedaan, bijvoorbeeld met die externe raad voor inspiratie. En ook wordt momenteel bezien hoe het onderzoek naar discriminatie en racisme binnen de eenheid Rotterdam van de Erasmus Universiteit in samenwerking met de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme kan worden verbreed naar andere eenheden. Daar kom ik ook nog op terug bij een vraag van de heer Azarkan. Dan mevrouw De Haan. Die zei, nou, dit is al, zei ze net ook in haar interruptie, dit is al enige tijd bezig. Is het dan al die tijd symptoombestrijding geweest? Was het, wat is er in de afgelopen jaren dan gebeurd? En voorzitter, er gebeurde, zoals al gezegd, al heel erg veel. Er waren al heel veel maatregelen getroffen op het gebied van integriteit, diversiteit en leiderschap. En ik zou erbij kunnen zeggen, en dat kost tijd. Maar ik moet heel eerlijk zijn, dat hebben we hier vanavond ook, denk ik, iedereen heb ik gehoord, zeg ik zelf ook. Die documentaire heeft wel echt een andere
toevoeging gehad. Het heeft dingen niet alleen versneld, het heeft voor een breed draagvlak van enorm ongemak en een urgentie gezorgd. En dat betekent wel dat we in een andere fase terecht zijn gekomen. En ik denk dat we daar ook eerlijk over moeten zijn. Dat was hem niet, maar dat mapje. Ja, dan zag ik mevrouw Van der Werf, mevrouw Michon Derksen en in ieder geval mevrouw Kuik. En ik zie er nog meer gaan staan. Wow. Maar laten we bij deze drie beginnen. Mevrouw Van der Werf, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Op dat punt van die monitoring, de reden dat ik er naar heb gevraagd en ook naar de reflectie van de minister daarop heb gevraagd, is omdat ik ook vind dat we in een fase zijn beland waarin we niet meer de slager zijn of haar eigen vlees moeten laten keuren. En ik heb ook bewust in mijn spreektekst het voorbeeld genoemd van de landelijke eenheid en de ogen en oren die wij de commissie Snijders als Kamer hebben gegeven. Dus ik ben ook benieuwd naar de suggesties en de manier waarop de minister dat voor zich ziet. Want dat er 4 jaar lang wordt gesproken met een clubje waarvan ik nu ook niet weet wie zij dan precies in gedachten heeft. En dat wij dus ook als Kamer ook niet weten als het niet of wel de goede kant op gaat wat we dan kunnen doen. Dat voelt voor mij nog niet stevig genoeg. De minister. Voorzitter, wat ik graag zou doen is in ieder geval ook in het halfjaarsbericht delen. Want dat is, de Raad van Inspiratie bestaat al. Het is een externe raad van nogal veel wijze mannen en vrouwen. Die advies geven, maar die vooral met de korpsleiding reflecterend spreken. Dus ik zal zorgen dat we dat goed communiceren wie daarin zit en wat hun taak daarbij is. Daarnaast is dus dat onderzoek gaande vanuit Erasmus. En volgens mij zijn dat hele functionele en hele effectieve manieren om precies die blik van buiten naar binnen te hebben. Het onderzoek van Erasmus is ook in afstemming met de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme. Dus dit zijn niet dit zijn nogal elementen die er ook voor zorgen dat we dat kritisch kunnen volgen en dat dat onafhankelijk en buitenom, buiten de politie is georganiseerd. En dat lijkt me heel goed, als mevrouw Van der Werf dat in ieder geval een goed idee vindt, om dat ook goed uit te schrijven, wat dat dan precies inhoudt, op wat voor manier. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar wat we ook bij de landelijke eenheid gevraagd, ongevraagd, zodat mevrouw Van der Werf daar ook kennis van kan nemen wat zij vinden en wat uit onderzoeken komt bijvoorbeeld. Vervolgvraag van mevrouw Van den Berg. Ja, voorzitter, de minister en ik naderen elkaar volgens mij. Maar wat mijn belangrijkste punt is, is dat een reflecterend gesprek is iets anders dan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Is iets anders dan de Kamer informeren op het moment dat een regeringscommissaris of de inspectie JNV of de bonden, dat is de suggestie die mevrouw Michon Derksen deed, zeggen het gaat niet hard genoeg. Het gaat niet snel genoeg. We hebben hier de aanbevelingen liggen, maar we zijn eigenlijk niet tevreden hierover. En ik wil wel zeker weten dat er voor de Kamer namens ons extern echt wordt getoetst en niet alleen maar wordt gereflecteerd op wat er gebeurt. De minister. Ja, voorzitter, begrijp ik heel goed. Ik zal zorgen dat ik ook heel specifiek inga op bijvoorbeeld waar het onderzoek van Erasmus over gaat, omdat die juist met de Nationaal Coördinator Discriminatie Racisme in afstemming, moet ik zeggen, is uitgezet. Dus dan lijkt het me goed dat ik dat heel erg nauwkeurig in een halfjaarsrapportage opschrijf. En als mevrouw Van der Werf zegt, ja, dit is nog steeds niet wat ik bedoel, of fijn dat dit er is, maar ik wil iets anders, dan hebben we het heel concreet. Maar volgens mij zijn hier dus echt een paar stevige instanties ingeschakeld om juist daarvoor te kunnen zorgen. Maar ik zal zorgen dat ik hem heel concreet maak. Dank u wel. Mevrouw Michon Derksen, VVD. Ja, voorzitter, op ditzelfde punt, want voor mijn fractie raakt het ook wel de kern eigenlijk van wat we vanavond bespreken. Want ik wil heel graag alle plannen die er zijn en de intenties van de politie, ik wil het heel graag ook daar vertrouwen in hebben. Maar het is van belang dat we een extern punt hebben waar iedereen terecht kan en waar dus ook dat overzicht is wat er nou daadwerkelijk gebeurt. En je ziet dat er heel veel plannen zijn. Er zijn ook heel veel manieren om te melden. En hoe zorgen we er nou voor dat we hier in de Kamer het totaal overzicht hebben van de meldingen. Ik noemde dus de bonden als suggestie. Maar ik las in de stukken dat er ook nog een ombudsfunctionaris is. Dus daar komt ook het een en ander binnen. En waar ik aan hecht, voorzitter, is dat er totaal overzicht is en dat al die meldingen niet eigenlijk gefilterd kunnen worden alvorens ze transparant en hier ook voor ons ook openbaar zijn. Dus hoe kunnen we dat nou realiseren? De minister. Wellicht is het goed om te kijken, want mijn terughoudendheid heeft te maken met, er loopt precies eigenlijk zoals mevrouw Michon Derksen zegt, er loopt al zoveel mogelijk. Dus je wilt daar niet iets nog meer erbij, je wilt geen opstapeling, maar je wilt wel coördinatie en concreet weten waar leidt het naartoe. Dus wellicht is het ook goed om dat
met de inspectie te bespreken. Kijken of ze daar een rol in kunnen spelen. En dan zal ik ook zorgen dat we goed uit elkaar trekken. Want inderdaad, je hebt een ombudsfunctionaris, je hebt een vertrouwenspersoon. OR speelt een rol, de bonden spelen een rol. En eigenlijk wil je al die specifieke rollen ook niet aantasten. En ook niet dat anders laten overroelen of op een andere manier doen. Maar je wilt het wel bij elkaar brengen. Dus ik zal zorgen dat met de toezegging richting mevrouw Van der Werf, dat ik er ook een toevoeg, of misschien de inspectie dat bij elkaar kan brengen, of dat we al die aparte elementen kunnen laten rapporteren en dat samen kunnen brengen. Daar heb ik even tijd voor nodig om dat uit te vogelen, omdat ik niet iets eraan wil toevoegen, maar het juist overzichtelijker wil maken. Dus dan moeten we heel even kijken als mevrouw Michon Derksen dat goed Een vervolgvraag van mevrouw Michon Derksen. Ja, voorzitter, ik vind het een goede suggestie van de minister, want ik wil ook nog benadrukken dat het mij er niet om gaat om daar één loket van te maken. Ja, want ik denk juist dat het belangrijk is dat voor iedereen voelt zich ook weer ergens anders veilig, ja, of juist voldoende snel om daar naartoe te gaan. Dus wat mij betreft blijven wel die verschillende loketten ook maximaal beschikbaar. Maar ik wil per se niet dat wat daar gebeurt weer gefilterd, ja, naar dan wel de minister, dan wel de Kamer komt. En dat overzicht wil ik dus wel graag hebben. Ik denk dat de minister en ik elkaar daar goed in begrijpen. Ja, dat lijkt mij een heel redelijk verzoek, voorzitter. En het gaat inderdaad om, kijk, is een gesprek met de vertrouwenspersoon meteen een melding? Je wilt eigenlijk dat dat zo laagdrempelig mogelijk is. Dat je ook af en toe gewoon kunt toetsen. Wat gebeurt hier nou? Wat vind jij ervan? Hoe moet ik hiermee omgaan? Tot en met meldingen en aangifte misschien nog buiten de organisatie. Dus laten we even dat goed naast elkaar neerleggen. En ook kijken of de inspectie daar een rol kan spelen. Of op een andere manier vorm kunnen geven. Precies vanuit de gedachte die mevrouw Michon Derksen aangeeft. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Kuik namens het CDA. Ja, voorzitter, dank. Heel goed dat dan de externe raad ogen van buitenaf ook meekijken en samen met de leiding zaken bespreken op dit punt. Maar hoe zit dat nou dichter op de werkvloer? Want er is al een tijd een cultuurverandering gewenst. Maar die blinde vlekken, als die gezien moeten worden door de mensen die er al een tijd zitten, dan wordt dat natuurlijk heel lastig. Dus hoe zit dat dan? Zijn daar ook dan vreemde ogen van buitenaf die meekijken om echt iets in beweging te krijgen? Hoe moet ik me dat voor me zien? De minister. Voorzitter, kijk, en dan kom je eigenlijk, vind ik, in het domein waarbij je zegt, nou, mooi dat het allemaal op papier is en mooi dat het wordt uitgerold, maar het moet eigenlijk overal verankerd worden en geborgd gaan worden. En dat het niet vrijblijvend, degene die het belangrijk vindt, doet er van alles aan. Degene die denkt, nou, wat een onzin, die doet er niks aan. Dus er zit echt een rol vanuit de korpsleiding om te zeggen, dit is iets wat we met z'n allen aan het doen zijn, dus doe het. En vervolgens zijn al die verschillende loketten, en ik zal zorgen dat we die ook met deze vraag in gedachten goed op een rij zetten. Of het nou de coördinator is die landelijk aan de slag gaat met allerlei meldingen, of het de vertrouwenspersonen zijn die dichterop zitten, of het, dat we dat eens naast elkaar leggen. En als we dan nog een gat zien, ik bedoel, ik ben het volledig mee eens, dat wil je niet. En tegelijkertijd wil je ook niet functies opstapelen. Dus dan neem ik ook deze vraag daarin mee. Maar volgens mij gaat dat ook heel erg om het vermijden dat het vrijblijvend wordt. Want dan heb je een structuur waar je op terug kunt vallen, op zijn minst, dat het overal een onderwerp is. Een vervolgvraag van mevrouw Kuik. Ja, voorzitter, dank. Inderdaad, het moet niet vrijblijvend zijn. Maar je wil, waar ik naar zit te zoeken, je wil die blinde vlekken gaan herkennen. Als je een cultuurverandering wil, dan moet dat dichter op de werkvloer, in de verschillende teams, moet dat gevoeld worden, moet dat gezien worden. En daar heb je soms misschien wel ogen van buitenaf nodig om je eigen ogen daarin te openen. Dus daar specifiek zit ik naar te zoeken. Heel goed dat er op kaderniveau afspraken worden gemaakt en zo gaan we het doen. Maar het gevoel, ja, en het zichtbaar maken, daar zit ik hem naar te zoeken. Wie gaan dat dan doen? Ik denk dat het kijk, aan de ene kant, elk team heeft een plan gemaakt. Dus dat moet op een gegeven moment ook corresponderen met wat we hier, waar we het hier over hebben. Dat moet bij elkaar komen. Elk team heeft een plan gemaakt. Vervolgens zal ik ook zorgen dat we de vraagstelling van Erasmus ook heel scherp hebben. Kijken hoe diep zij daar bijvoorbeeld wel of niet naar kijken. Dus even kijken of we dan al dichter bij de vraag komen van mevrouw Kuik. En waarom heb ik het steeds over dat niet vrijblijvend? Bijvoorbeeld, elk team heeft een plan. Er wordt als voorbeeld een vorm van een toneelstuk aangeboden. Als ik mij niet vergis, heet het de stoel aan tafel. Zoiets. Jammer dat ik hem nu even niet scherp heb. Misschien komt dat nog even in de app. Vanuit boven dat er geknikt wordt. Ja, toch? Dit klopt.
Sit at the table. Ja, ik dacht, ik hou het even op zijn hand. Dat is waar, dank je wel. Een hulplijn ingezet. Sit at the table, sorry. Maar wat ik van iedereen begrijp, het lijkt me ook heel mooi om dat zelf een keer te zien, is dat het heel erg functioneel is en tegelijkertijd vooral degenen die het interessant vinden en een belangrijk onderwerp vinden, gaan erheen. Nou, dat is een van de voorbeelden waarbij ik naar aanleiding van gesprekken richting de korpsleiding heb gezegd, waarom maak je dit niet verplicht voor iedereen? Gewoon als voorbeeld om ervoor te zorgen dat het niet alleen voldoende is dat je een plan hebt op teamniveau, maar dat je hem ook laat en invult. En voor het ene team is dat misschien meer noodzakelijk dan voor een ander team. Waarvan akte? Ik vind dat dat dan iedereen moet zijn. Nou, op die manier, ik zal zorgen dat we dat wat dichter brengen in ook de halfjaarsrapportage. Dank u wel. Dan heeft u nog een interruptie van mevrouw Mütler, PvdA. Ja, u merkt, voorzitter, we willen houvast. En dat hoor je aan alle vragen die worden gesteld aan de minister. We hebben een plan van aanpak. Het is hoopvol ook dat straks die beroepscodes worden gewijzigd. Alleen, als dat vervolgens niet wordt uitgevoerd, want alles staat en valt met die uitvoering, ja, nogmaals, dan kunnen we dit soort debatten vaker voeren. Dus mijn concrete vraag aan de minister is ook, en dat had ik denk ik ook in mijn eigen bijdrage met haar of aan haar gesteld, die vraag. Is ze bereid om te kijken, juist omdat we die houvast nodig hebben, er worden straks plannen gemaakt, ik wil geen versnippering. Ik wil eenduidigheid. Het kan niet zo zijn dat bij de ene eenheid het wel goed is geregeld en bij de andere eenheid niet. Dus wat doen we om die plannen die nu worden gemaakt verder uit te werken, in die organisatie door te laten, laten landen? En mijn suggestie was, ja, zou je dan nog met extra protocollen moeten komen, zodat in ieder geval binnen een organisatie een eenheidschef weet, dit is hoe we ermee omgaan, ook in de uitvoering. Ik hoorde gisteren de vakbond. En uw vraag is, mevrouw Mütler. Ja, dat was ook een vraag, want die vakbond. Maar deze vraag, toch? Nee, we willen ook graag nog een tweede termijn dingen vanavond. Nee, heeft hiermee te maken. Het sociale veiligheidsplan, zo werd hij namelijk ook genoemd. Ik noem een protocol, maar zo zou je hem ook kunnen noemen, waarin die uitwerkingen staan. Hoe kijkt de minister daar tegenaan? De minister. Ik ben hem even op zoek, want die hebben we hier staan. Mag ik daar straks bij... Ja, mag ik daar straks bij mevrouw Mütler terugkomen? Want die heb ik hier. En dan kan ze even kijken of het dichterbij een houvast komt of niet, als ze het goed vindt. Dan heb ik het juiste antwoord helemaal. Ik zie mevrouw Mütler knikken. En dat geldt ook voor de vraag die ik stelde naar aanleiding van de ruimte die ontbreekt bij de politie om bijvoorbeeld meldingen op te pakken, die nazorg te plegen. En of dat eventueel extern kan worden belegd. Ik denk dat ik een eind kom. En dan gaan we zo zien of dat helemaal is. Voor u naar een volgende blok doorgaat, heeft u nog een interruptie van mevrouw Helder, PVV. Ja, voorzitter, want de minister zei in haar beantwoording dat er ook heel veel mensen op de werkvloer zijn en ook bij leidinggevenden die een stinkende best doen waar het wel goed gaat. En dat ben ik met haar eens, want die verhalen heb ik ook gehoord. Maar ondertussen heb ik bij de antwoorden even meegeschreven op vragen die collega-Kamerleden hebben gesteld. Monitoren, externe die 4 jaar mee gaan kijken. Misschien een rol voor de landelijke coördinator. Misschien een rol voor de inspectie. Er moet misschien een instituut komen voor meldingen. Dan gaan we de Kamer informeren. Dat impliceert dan gewoon dat de top dan niet functioneert. Maar goed, dat is dan even mijn conclusie. Mijn vraag is dan, en dan? Dan wordt de Kamer geïnformeerd wat we al jaren worden. En dan hebben we over een jaar weer zo'n debat. Dan verandert zo toch gewoon niks. Ik wil helemaal niet het werk van de korpsleiding overnemen. Ik wil zijn werk goed gaan doen. En dat hebben ze nog steeds gewoon niet gedaan. Dus als we nou in één keer gaan monitoren, externe die 4 jaar mee gaan kijken, de landelijke coördinator, de opzomming net gegeven, gaat dat het dan veranderen? De minister. Voorzitter, wat volgens mij gaat veranderen is die interne kracht waar we het over hebben. Van de mensen die het goed bedoelen, mensen die er knijthard aan werken, nou, noem maar op. Daarvan vind ik dat de leiders daar faciliterend aan moeten zijn. Dus die mensen de ruimte moeten geven en zelf het goede voorbeeld moeten tonen. En ik kom nu bij het mapje disciplinair. En als dingen niet goed gaan, dat je ook consequent stevig optreedt. Op een manier dat het transparant is en iedereen weet waarom je zo optreedt. Dat hoort er allemaal bij. Dan heb je een plan van aanpak, dan heb je de kaders. Ja, en dan kom je in de situatie dat ik vanuit mijn rol en mevrouw Helder vanuit haar rol ook wil weten, ja, maar hoe kan ik dat dan volgen? En daarvoor zijn dan weer al die elementen waar we het zojuist over hebben. En voor mij is het dat opgeteld met het enorme persoonlijke commitment wat ik zie bij iedereen, en het breed draagvlak overigens binnen die organisatie. Dat is waardoor ik, waarvan ik zeg, ik heb hier vertrouwen in, maar mevrouw Helder weet ook, dan ga ik niet daarna rustig slapen. Dus aan de ene kant
Blijf ik zelf ophalen? Hoe ziet het eruit? Maar er wordt ook gewoon gemeten bij de medewerkers. We halen ook breder, systematischer op of de verandering ook zichtbaar is. Bijvoorbeeld via de tevredenheidsonderzoeken. Noem maar op. Dus het is en. En dan nog hoop ik niet dat ik hier met mevrouw Helder volgend jaar voor hetzelfde onderwerp sta. Dat is de inzet absoluut niet. Maar ik ga wel alles op alles zetten om te voorkomen dat het zo is. Maar ik ga niet dat zomaar aannemen. Dank u wel. En ik geef zo meteen mevrouw Helder het woord, maar ook nog een verzoek wat ik net ook aan de Kamerleden deed, ook aan de minister, om te kijken of er kort en bondig in de beantwoording kan zijn. En uiteraard, soms is er uitweiding nodig, maar volgens mij, wat ik al zei, we willen toch wel graag ook nog een tweede termijn doen vandaag. Mevrouw Helder, vervolgvraag. Ja, voorzitter, maar we willen het volgen als Kamer, maar we kunnen het volgen als Kamer, maar er gebeurt niks mee. Met als resultaat dat we nou een documentaire De Blauwe Familie hebben gezien. En dan moet je toch een keer na jarenlang het kunnen volgen, wat we ook blijven volgen, dan een keer de resultaten kunnen zien. En die zijn er gewoon niet. En daar vraag ik nog steeds naar. En alle trits die ik net heb gehoord en monitoren, allemaal tot uw dienst. Bij de landelijke eenheid gaat het ook gebeuren. Daar was ook een motie van de Kamer voor nodig. En ik mag ook hopen dat dat goed gaat komen. Maar ik kan nog steeds niet vinden dat de hele trits aan maatregelen bij moet komen als de mensen die het voor het zeggen hebben, die moeten gaan uitvoeren. Ik zie dit als een onderstreping van het eerdere standpunt van mevrouw Helder die ik hoor. Dank u wel. Dan gaan we door naar het derde blok. Ja, disciplinair. Want daarna gaat het erom, als dingen niet goed gaan, hoe handel je dan? Ik heb hier een vraag eigenlijk van de meeste Kamerleden. Hoe ziet nou zo'n disciplinair onderzoek eruit? Het gaat erom dat de politie op elke casus reageert. En op elke casus waar de verdenking is van ernstig plichtsverzuim vanwege discriminerende uitspraken. En dat doet de politie met de middelen die juridisch mogelijk zijn bij de voorliggende feiten en omstandigheden in de casus. De reactie van de politie op het gedrag van medewerkers is aan juridische regels gebonden. Dat geldt voor het onderzoek naar gedragingen en de maatregelen die tijdens dat onderzoek worden opgelegd. Maar ook natuurlijk geldt het voor de sancties die daarna volgen. In een disciplinair onderzoek worden de feiten en omstandigheden onderzocht door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. En als uit dit disciplinair onderzoek blijkt dat er sprake is van plichtsverzuim, dan kan een sanctie worden opgelegd. Dus zo ziet die route eruit. En als de werkgever een sanctie overweegt voor gedrag dat volledig of gedeeltelijk een grondrecht betreft, wordt deze getoetst door de externe adviescommissie grondrechten en functieuitoefening ambtenaren, politie, die door het Rijk is ingesteld. Dit is een verplichte toets in alle gevallen waar sprake is van de vrijheid van meningsuiting. Dat is dus op het moment dat het een dergelijk grondrecht raakt, dan wordt het getoetst hoe daarmee omgegaan moet worden. Mevrouw Simons zei, wie bepaalt of er sprake is van racisme op basis waarvan? Zoals gezegd, er zijn verschillende routes waarop iemand een melding kan maken van verdenkingen van racisme of discriminatie. Er zijn verschillende manieren. Je kunt het bij je direct leidinggevende. Je kunt het bij de leidinggevende van de leidinggevende, je kunt bij een vertrouwenspersoon, je kunt bij een ombudsfunctionaris. Dat zal voor iedereen een andere route zijn. Dan komt een disciplinair onderzoek, worden de feiten en omstandigheden onderzocht door die afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. Daar wordt bepaald of er sprake is van plichtsverzuim, bijvoorbeeld vanwege discriminerende of racistische uitlatingen of handelingen. Als het gaat over strafrechtelijke vervolging, is het uiteraard aan het OM. Als uit het disciplinair onderzoek blijkt dat er sprake is van plichtsverzuim, dan kan de werkgever een sanctie opleggen. En dat zou dan ook in het uiterste geval ontslag kunnen zijn. En dat zal afhangen van wat is hier aan de hand, in welke context, hoe reageert de betrokkenen en hoe gaan we daarmee om. Maar dat is zeg maar de route. Even kijken, die heb ik dan net al gehad. Dan had mevrouw Helder, die vroeg, waarom zijn de agenten geschorst? Ze hadden een voorbeeld, ik meen Noord-Holland aan. Waarom zijn de agenten geschorst aan andere casuïstiek, medewerkers nog konden blijven werken gedurende het onderzoek? Is er niet, even met mijn toevoeging, sprake van rechtsongelijkheid? Hoe gaat dat? Wordt er met twee maten gemeten, zei ze volgens mij. Voorzitter, iedere zaak is anders en wordt dan ook in die eigen context beoordeeld. En ik begrijp de vraag heel goed van mevrouw Helder. Laat mij hier zeggen, ook vanuit deze plek, dat de rang van de betrokken personen daar niet ter zake doet of mag doen. Hoewel natuurlijk geldt dat hoe hoger je rang bent, hoe groter je voorbeeldrol is. Dat is iets wat daarbij komt.
De politie heeft vanaf medio 2022 een beweging ingezet waarbij niet meer wordt weggekeken en een duidelijke reactie volgt op de overschrijding van de norm, veel duidelijker dan enkele jaren geleden. Ik weet dat er mensen zijn die vinden dat dat nog niet voldoende is. Ik zie wel duidelijk die beweging ingezet zijn en het past ook bij de maatregelen die de politie neemt om een veilig en inclusief werkklimaat te bevorderen. In het kader van Politie voor Iedereen denk ik dat het een positieve ontwikkeling is, omdat iedere politiemedewerker in welke functie dan ook een voorbeeldrol heeft. En dat betekent dat de racistische uitlatingen op geen enkele wijze, op geen enkele manier passen bij politievakmanschap. In welk moment je dat dan ook uit, past niet. En elke overschrijding van de norm wordt nu goed onderzocht en besproken en de reactie die volgt is dan de bedoeling proportioneel in verhouding tot de feiten. Iets wat ik daarbij zelf ook ontzettend belangrijk vind, is dat je vervolgens ook transparant, daar waar mogelijk, transparant maakt wat is hier gebeurd, hoe handelen we hiernaar, zodat het ook een gespreksonderwerp kan zijn aan elke tafel, in elke wijk, om daar ook van te leren. Wat is daar dan gebeurd? Want dat is wat ik probeer uit te leggen, wat volgens mij dan de manier is om van binnenuit een andere mindset en dit te laten landen. Maar volgens mij praat en ik door, terwijl mevrouw Simons, neem ik aan, één slag te terug, maar ik had het te laten. Maar we hadden met elkaar afgesproken dat we even het hele blok zouden doen. Heb ik de vorige keer ook gedaan, dus ik zou het toch nu ook wel aan willen vasthouden. Die was ik ook vergeten. Ja, ik ga door. Mevrouw Kijk vroeg, hoe kunnen we voorkomen dat geen aangifte gedaan wordt? Of toch? Had ze gevraagd kunnen hebben dan. Binnen de politieorganisatie, maar ook in de samenleving natuurlijk, is veel aandacht voor sociale veiligheid en het tegengaan van uitsluiting, discriminatie en racisme. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En dat betekent dat een meldingsbereidheid van groot belang is. Binnen de organisatie, binnen de samenleving. Het ging volgens mij over niet bang zijn om uitgesloten te worden of negatieve gevolgen te ondervinden als je ergens aan de bel trekt. En naast dat politiemedewerkers zich bij een leidinggevende kunnen melden, heb ik net aangegeven, zijn er ook andere loketten waar je terecht kunt. Stel dat je de melding gaat over je leidinggevende. Ik heb verhalen gehoord waarbij men dan naar de leidinggevende van de leidinggevende wilde, maar de eerste leidinggevende dat tegenhield. Nou, denk aan de vertrouwenspersonen, denk aan die ombudsfunctionaris, denk aan al die verschillende loketten die ik dus nog een keer ook scherp in kaart zal brengen in die brief van juni. Dat zijn de manieren om te zorgen dat het zo laagdrempelig mogelijk mensen iets kunnen signaleren, kunnen aangeven of om hulp kunnen vragen, welke behoefte er ook mag zijn. Mevrouw Simons vroeg ook welke sancties kunnen er worden opgelegd. Dat is, zoals gezegd, is de politie daarbij gebonden aan de juridische kaders, artikel 77. En de straffen die kunnen worden opgelegd zijn, dat kan een schriftelijke berisping zijn. Dat kan buitengewone diensten op andere dagen dan op zondag en voor de ambtenaar geldende kerkelijke feestdagen en vrijdagen zonder beloning of tegen een lagere dan de normale beloning en wel voor ten hoogste 6 uur met een maximum van 3 uur per dag. Ik zal ze niet allemaal zo lezen, maar dat staat dus vrij letterlijk uitgeschreven, wil ik maar zeggen. Het kan zijn vermindering van het recht op een jaarlijkse vakantie. Het kan zijn gedeeltelijke inhouding van salaris. Het kan zijn vermindering van het salarisnummer met ten hoogste 2 jaren. Het kan zijn het niet meetellen van een verdere diensttijd van ten hoogste 4 jaren voor vaststelling van het salarisnummer. Het kan zijn een schorsing voor een bepaalde tijd. Het kan zijn plaatsing van in een salarisschaal waarvoor een lager maximum salaris, dus terug in de schaal kan het zijn, ontslag. Aspiranten kan tevens worden opgelegd de straf van verwijdering voor ten hoogste 14 dagen van de instelling waar de aspiranten zijn opleiding geniet. Voorzitter, zo heb ik nog een lijn, maar het staat vrij helder onder artikel 77. Dat zijn al die opties. En misschien nog één, dit komt volgende week uit, maar ik kan het wel vast delen. Het is uit het jaarverslag, er werd gevraagd. En dit gaat dan over het totaal aantal disciplinaire maatregelen. Dus dan gaat het niet alleen over discriminatie, racisme. Dat heb ik er niet specifiek uit, die cijfers heb ik niet. Dit gaat over het brede. Dan is in vorig jaar is het totale aantal disciplinaire maatregelen waarde 236. En het totaal ontslag was 85. Waarbij, ja, dat gaat dus. Er zit discriminatie en racisme in, maar is niet alleen maar. Dan ben ik door het mapje. Dank u wel. Dan krijgt mevrouw Simons als eerste door namens Bijeen. Mevrouw Simons. Dank u, voorzitter. En ook dank aan de minister voor deze beantwoording. Ik wilde haar bijstaan op het moment dat zij zei, we neigen ook meer naar die transparantie. Die transparantie is nodig. Dat heb ik namelijk wel zelf kunnen waarnemen.
dat mevrouw Huizer, waarnemend korpschef, als ik haar titel goed heb, mededelingen heeft gedaan, bijvoorbeeld over het aantal meldingen dat in het laatste half jaar gedaan is, als het gaat specifiek over racisme en discriminatie. Het waren er 30, zei zij, na het uitkomen van de documentaire. Dus dat is de eerste keer dat de politie op een dergelijke manier daarover gecommuniceerd heeft. Dus ik wil dat graag bevestigen en meegeven, mijn dank en waardering voor uitspreken. Tegelijkertijd heeft de minister zojuist in haar beantwoording een aantal plekken en loketten benoemd waar je als agent terecht zou moeten kunnen om je beklag te doen als je geconfronteerd wordt met, laten we zeggen, discriminerend gedrag. En in de loop van dit debat heb ik de minister ook al een paar keer horen zeggen, ja, ik kan niet ingaan op casuïstiek. En dat is een dilemma waar bewindspersonen regelmatig mee te maken hebben, waar ik ook begrip voor heb, maar ik ga toch een specifiek voorbeeld aanhalen. Dat gaat namelijk over een vertrouwenspersoon die zich op een dergelijke manier over mensen met mijn huidskleur heeft uitgelaten. Daarbij nodig vond het N-woord te gebruiken, zelfs in de verkleinende vorm. En het had over kleintjes die de koffiebonen nog niet platgestampt hadden. En daarom duurde het zo lang voordat de koffie uit de koffieautomaat kwam. Ik neem aan dat de minister zich daar een terminologie bij kan voorstellen. Volgens de politie was er sprake van ernstig plichtsverzuim. Het betrof hier nota bene een vertrouwenspersoon. Maar de vertrouwenspersoon is nog steeds vertrouwenspersoon. En dan, even los van de persoon en de casuïstiek, hebben we wel de kern te pakken van het probleem waar we het hier over hebben. Want hoe moet ik als agent, als ik niet bij mijn eigen leidinggevende terecht kan, niet bij dienstleiding, hoe moet ik erop vertrouwen dat bij wie ik ook aanklop, mijn klacht in goede aarde valt en op zijn merites wordt beoordeeld. De minister. En dan even, want we hadden het over de sanctionering. Dat even in relatie tot de sanctionering. Voorzitter, laat ik hem het voorbeeld aanhoren en dan weer even los van de casus wel een antwoord geven. Als er sprake is, en dit is mijn, ik ben niet de werkgever, ik ben verantwoordelijk voor de politie, maar ik ben niet de werkgever. Maar vanuit mijn rol hier, als er sprake is van, uit het disciplinair onderzoek, laat ik hem even gewoon superfeitelijk houden. Sprake van onomstotelijk bewijs van discriminatie en racisme, is mijn mening dat je niet thuis hoort bij de politie. Dat zou mijn mening zijn. De werkgever gaat vervolgens, die zit in die casus, die kijkt naar het disciplinair onderzoek, die kijkt naar wat daar is gebeurd, die kijkt naar of iemand, en ik haal hem dus los van de casus van mevrouw Simons, kijkt of iemand daar spijt heeft, wil veranderen, noem al die zaken maar op, en komt tot een bepaald oordeel. Dus het is voor mij in die zin makkelijker om vanuit hier een bepaald statement, maar ik vind het geen onbelangrijk statement, omdat het ook iets laat zien hoe ik naar de politie kijk en wat ik daar ook verwacht, ook van de leidinggevende, maar ook van iedereen die daar rondloopt. Het is niet een beetje zwanger. Discriminatie, racisme hoort niet thuis in onze samenleving en al helemaal niet in een organisatie waarbij we een geweldsmonopolie hebben uitbesteed en daar mensen rondlopen die ons veilig moeten houden. En daar ga ik geen nuance in brengen. Met alle begrip vervolgens voor de werkgever die al die andere elementen moet afwegen waar wij hier in deze Kamer geen zicht op hebben. Een vervolgvraag van mevrouw Simons. Ja, en natuurlijk, zoals ik al aangaf, voorzitter, ik begrijp dat het voor de minister lastig is om zich al te diep in casussen te storten. Maar ik ben wel blij met de woorden die zij spreekt als zij zegt, mijns inziens heeft zo iemand geen plek binnen de organisatie. Maar dan kom ik op de terminologie onomstotelijk bewijs. Als we iets weten van deze materie, is dat het heel lastig is om onomstotelijk te bewijzen. En dat geldt ook voor andere zaken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor zedenzaken waar twee mensen, de een heeft het op die manier ervaren en de ander op die manier. Dat brengt ons wel bij de kern van hoe lastig het is om deze materie te duiden. En juist omdat het zo lastig is en we er toch niet van uit moeten hoeven gaan, neem ik aan dat we elke keer eerst de gang naar de rechter moeten maken die onomstotelijk moet bewijzen. Juist daarom ben ik zo ontzettend op zoek naar wat de organisatie zelf kan doen om ook maar bij de eerste, niet eens millimeter, maar de eerste mu, het eerste kleine mini-deeltje van
Nou ja, uw vraag de overtuiging dat er sprake is van racisme en discriminatie zelf in te grijpen. Hoe gaan we dat vormgeven? De minister. Voorzitter, en dat is dus meteen de kern. Dat is die uiteindelijk de organisatieverandering van binnenuit die noodzakelijk is, laat ik het zo formuleren. En waarbij ik in al die gesprekken die ik heb gevoerd, vooral heb teruggehoord, Dylan, let op, dit gaat niet alleen over wegkijken. Dit gaat over gedrag dat tot nu toe genormaliseerd was. Van het hoort erbij en ach, hè, weet je, het is niet eens wegkijken. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat er nu wordt gehandeld. Dat je zegt, dit is niet oké. En over het niveau van de sanctie, of het gaat over een berisping, een boete of ontslag, en de hele variatie is ertussen. Het gaat er mij om dat je vervolgens als leiding ook uitlegt, wat is hier gebeurd? Waarom is dit de sanctie en waarom accepteren we het niet? En ik zou dan zo graag willen dat het vervolgens aan elke tafel wordt besproken. Of het nou tijdens de lunch is, de koffie, of als je op straat een rondje loopt. Omdat ik ervan overtuigd ben, en ik ben ook van overtuigd overigens dat ik met mevrouw Simons daarin, we hebben wel eens andere discussies gehad, maar ik ben er echt van overtuigd dat we er samen zo naar kijken, dat de grootste deel van al die mensen, die gaat vanuit hun passie bij de politie werken. Die doen dat omdat zij een stap naar voren doen als wij schuilen voor gevaar. En die willen het goed hebben. En die willen ook niet dit soort berichten lezen over hun eigen familie en hun eigen organisatie waar ze bij horen. En die mensen zou ik graag willen blijven voeden en helpen en steunen met dit soort casuïstiek daar aan die tafel. Volgens mij heb je dan op een gegeven moment, en daar kan ik geen tijdlijn voor geven, want dat zou makkelijk onder een debat uitkomen zijn, maar gewoon niet reëel. Maar dat zou op een gegeven moment ook moeten leiden tot corrigerend vermogen van binnenuit. Je wilt helemaal niet dat het zover komt tot sancties en dergelijke. Sorry voorzitter, ik geef een lang antwoord. Ik zal erover ophouden, maar volgens mij vinden we elkaar wel in de beweging die we willen. Hey, ja, tot slot en dan wel graag kort, sorry, want ik wil niet iedere keer hoeven zeggen en uw vraag is. Sorry voorzitter, ik ga u trots maken en de minister blij, want inderdaad. Als het op dat laatste punt aankomt, dan denk ik dat we allebei de wens hebben dat zolang wij een politieapparaat hebben zoals we het hebben, dat elke burger daarop kan vertrouwen. In dat kader vraag ik aan de minister, heel concreet. U heeft een aantal sancties genoemd, ik zal ze allemaal nog eens nalezen, artikel 77... Staat de minister ook open voor de gedachte dat een aantal van die sancties ook zouden kunnen zijn, dan heb je ze weer, de integriteitstrainingen, de microagressietrainingen, de manieren waarop je daadwerkelijk van binnenuit gedrag kunt veranderen, niet vrijblijvend, maar hopelijk wel effectief. De minister. Voorzitter, ik vind het helemaal geen gek idee. De reden waarom ik niet volop ja zeg is omdat ik weet dat de politie ook gebonden is aan wettelijke kaders. Maar dus ik zal daar induiken hoe je dat dan vorm kunt geven. Want volgens mij moet dat op zijn minst onderdeel kunnen uitmaken van een plan van aanpak. En moet je daar die ruimte kunnen hebben. Maar ik weet niet precies hoe dat werkt rond die artikel 77. Maar ik vind het een hele interessante gedachte. En die totaal leunt en steunt op opleiden en voorlichting en besef wat is hier aan de hand. Omdat je er niet van uit wil gaan dat iedereen per definitie het kwaad bedoelt. Ik denk de meeste helemaal niet. Daar gaat het over, dat je dat onderscheid goed kunt maken. Dus ik neem het graag mee, voorzitter, omdat ik niet weet hoe dat wel of niet past in die artikel 77 of waar het zou kunnen landen. Dus als mevrouw Simons goed vindt, kom ik daar, ik denk sowieso in juni al wel op terug. Ik zie mevrouw Simons knikken. Dank daarvoor. En het was meteen een mooi bruggetje naar het laatste blok, HRM en opleiding. Even kijken. Mevrouw van der Werf zei, wat is de stand van zaken van het opnemen van het bijdragen aan een veilige werkomgeving in alle leiderschapsprofielen? En het ging ook over die operationeel experts, of die formeel leidinggevende zouden moeten worden. Het komt op neer, voorzitter, dat zorgen voor een veilige werkomgeving uiteraard een kerncompetitie is voor iedere leidinggevende bij de politie. En dat het ook onderdeel uitmaakt van de grondtoonleiding. En ik ben het ook ontzettend eens met mevrouw van der Werf als het gaat over de positie van de operationeel experts. En ik ben dan ook op dit moment met de korpschef bezig, met de vakbonden, om de kolom leiding van het landelijk functiegebouw Nederlandse politie te doorontwikkelen. En daar onderdeel van die doorontwikkeling zal ook zijn het borgen van operationeel leiderschap. Dus lang antwoord om te zeggen, dat wordt nu opgepakt en wordt vervolgd. Ik zou toch ook hier weer willen voorstellen om wel even het hele blok af te maken. Dus, maar ik noteer u als eerste.
Mevrouw Kuik stelde volgens mij vragen over de streefcijfer. Is dat gehaald? Hoe zit dat als het gaat over instroom? Het streefcijfer voor instroom is afhankelijk van de lokale context en er wordt niet uitgegaan van één landelijk streefcijfer. Het streven is om 35% diverse instroom in de Randstad te behalen en 25% in de overige eenheden. De instroom aspiranten met een migratieachtergrond was vorig jaar 14,2%. En het totale aantal medewerkers met een migratieachtergrond bij de politie lag vorig jaar op 15%. Dat kan dus een flink stuk hoger. En daarmee is de streefcijfer dus niet gerealiseerd en blijft het ook een groot aandachtspunt voor de komende tijd. Mevrouw De Haan zei, moeten er niet meer leidinggevenden van buiten de organisatie worden aangetrokken? Sowieso zoeken we nog heel veel mensen bij de politie. Dus ik zou zeggen, welke positie ook ambieert, meld je aan. En diversiteit is ook een streven voor de politieorganisatie. Ook dus diversiteit in type leidinggevende. En diversiteit is in die zin een heel divers en breed begrip. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat voor veel leidinggevende functies binnen de politieorganisatie wel vaak een pre is of soms zelfs noodzakelijk dat je wel uit een functie vanuit de organisatie komt, omdat het echt gaat over vakinhoudelijke kennis. Maar op heel veel plekken wordt daar ook breder naar gekeken. Even kijken, die heb ik volgens mij gehad. Oh, mevrouw Moedler, de protocol, daar ben ik nu bijgekomen, over de leidinggevende. Zegt, hoe kijkt de minister aan tegen een protocol voor leidinggevende waarin aandacht is voor meldingen van discriminatie? En als het gaat over scholing, wat mij betreft is het nodig. En er is binnen de politie al heel veel georganiseerd voor leidinggevenden. Ja, er worden trainingen gefaciliteerd voor alle strategisch leidinggevenden. Bijvoorbeeld om ze bewust te maken van de eigen vooroordelen die je zou kunnen hebben. In verschillende eenheden zijn teamsessies met leidinggevenden georganiseerd voor kennisontwikkeling en het bieden van handvatten daarvoor. Dus ik denk dat het heel erg goed is om dit juist wel te doen. We moesten er even op wachten, maar het antwoord is ja. Ik ga nog even door. Mevrouw Michonne Derksen, zijn er daadwerkelijk stappen gezet na 2020, politie voor iedereen? En wat betekent het nou concreet voor leidinggevenden, vroeg ze. Het realisatieplan politie voor iedereen is in 2021 vastgesteld en ook met de Kamer gedeeld. En daarmee neemt de politie op het gebied van integriteit, diversiteit en leiderschap heel veel maatregelen om een veilig en inclusief werkklimaat te bevorderen. Maar zoals we de hele avond eigenlijk al met elkaar delen, dat echt voor elkaar krijgen in de zin van inclusieve cultuur, dat vergt tijd. Voor leidinggevenden wordt verwacht dat zij zelf het goede voorbeeld geven bij het creëren van inclusieve werkomgeving. En daarbij niet wegkijken of nuanceren als het gaat over ongewenst gedrag. Zij moeten bijdragen aan een cultuur waarin heldere gedragsnormen worden gesteld en waarin zij medewerkers ondersteunen en actief hulpbronnen aanbieden om gewenst gedrag te bevorderen. Leidinggevenden worden de komende periode verder gefaciliteerd met de juiste hulpmiddelen en de expertise en handelingsperspectieven om ook daadwerkelijk te kunnen komen tot die gewenste cultuurverandering en ook al die mensen die zich daarvoor inzetten ook daarin te kunnen faciliteren. En dat zal ik ook uiteraard in de halfjaarsrapportages op terug blijven komen. En ik heb hier de laatste vraag en dat is van mevrouw Michonne Derksen ook en dat ging over de toezegging die ik volgens mij heb gedaan over het roleren van de functieplekken door agenten. En in het kader van het loopbaanperspectief, waarover ook een afspraak met de vakbonden is gemaakt, wordt gestimuleerd dat er wordt gewisseld van werklocatie, geografische werklocatie. En daarmee wordt ook echt gestimuleerd dat er niet een te eenzijdig beeld ontstaat op de samenleving. Precies de kern die mevrouw Michonne Derksen ook aangaf. Volgens mij ben ik er min of meer doorheen. Dan heb ik in ieder geval mevrouw Van der Werf en ook mevrouw Mutler genoteerd. Mevrouw Van der Werf, D66. Dank u wel, voorzitter. Goed te horen dat de minister deze motie actief heeft opgepakt en dat het bijdragen aan die veilige werkomgeving ook in die leiderschapsprofielen komt. En ook dat zij bezig is om die operationele experts daar mee te nemen. Wat ik daar wel een belangrijk ander punt bij vind, wat ook in die motie stond, is dat er dus ook in die beoordeling wordt getoetst op of mensen die veilige werkomgeving, hebben ze daar nou iets mee gedaan? Is dat beter geworden onder hun leiding? En dat we dus niet alleen maar kijken dat het een onderdeel wordt aan de voorkant, maar dat het ook een onderdeel wordt aan de achterkant. De minister die verwoordde heel mooi, ik wil dat de juiste mensen hier slecht van slapen. Dat heeft natuurlijk in essentie hiermee te maken. Ja, voorzitter. Maar ik zal zorgen dat ik bij de terugkoppeling hiervan daarna erop inga. Ik neem hem nu mee als onderstreping van mevrouw Van der Werf.
En volgens mij is dat ook absoluut wat je moet verwachten. Dat je ook actief laat zien hoe je hieraan bijdraagt. Ik zorg dat ik bij de terugkoppeling daar ook nader op in zal gaan. Dank u wel. Dan is het woord naar mevrouw Mütler, PvdA. Ja, dank voorzitter. Eén vraag naar aanleiding van de bijdrage van de minister en één vraag die nog niet is beantwoord. Dus ik begin met uw permissie eerst met de vraag naar aanleiding van de positieve reactie van de minister aangaande het protocol. Ik begon in mijn bijdrage over ja, alles staat en valt met uitvoering. Ik wil wel even meegeven of we dan wel hetzelfde begrijpen, want Waar ik naar op zoek ben, is inderdaad een niet vrijblijvend protocol, plan, sociaal plan. Ik weet dat de bonden daar ook wat ideeën bij hebben, waar onderdeel van uitmaakt. Hoe ga ik bijvoorbeeld meldingen beoordelen? Wat doe ik met nazorg? Wat doen we met onderwijs en scholing als het gaat om discriminatie, het verbaliseren van discriminatie. Nou, dat soort elementen kunnen daar onderdeel van zijn. Als we hetzelfde begrijpen, dan is dat natuurlijk fijn, maar ik wil het nog toch gehoord hebben. De minister. Voorzitter, in ieder geval ben ik er erg van overtuigd dat zo'n protocol waarin je de kaders waarbinnen je dat moet kunnen doen en functioneren, dat het heel belangrijk is. Dat het niet een soort, ook daar de vrijblijvendheid weg is. En ik denk dat het goed is, want er zijn heel veel dingen, zoals ik al zei, uitgerold, opgepakt, leidraden ontwikkeld. En wat ik zal doen is zorgen dat ik daar dan in het halfjaarsbericht ook nader op inga op al deze elementen. Want dat durf ik nu niet toe te zeggen. Ik begrijp wel, dus ik ben het niet oneens. Want dat vroeg mevrouw Mütler, willen we hetzelfde? Maar of dat hier precies in valt of dat op een andere manier, daar zou ik graag op terug willen komen. En dan kan mevrouw Mütler altijd aangeven als ze denkt dat ik er het niet totaal de lading dekt. Maar laat mij even kijken wat precies hieronder valt. Welke stappen zijn gezet en of er dan nog gaten vallen op de onderdelen die zij aanhaalt. Mevrouw Mütler, vervolg. Voor de zomer. Ik heb natuurlijk zelf ideeën over de invulling daarvan. Dus als ik straks in mijn tweede bijdrage een motie indien, dan zal dat meer die richting opgaan. Ja. Zodat de minister daar ook later op kan reageren, mocht die motie het wel halen. Ja. Dat is één. En mijn vraag die niet is beantwoord, voorzitter, via u. Dat gaat met name om dat onderdeel wat betrof de ruimte. Als jullie kijken naar de enorme opgaves die politie hebben met de landelijke eenheid, transitie, hervormingen, plannen van aanpak, dan, onze veiligheid borgen, dan wordt het wel heel erg lastig om daarnaast nog die meldingen op te pakken, daar adequaat op te reageren, de nazorg te doen. Mijn vraag concreet is aan de minister, ziet zij ruimte om bijvoorbeeld de afhandeling van genoemde meldingen en nazorg bij bijvoorbeeld een externe organisatie te beleggen. En dat kan tijdelijk zijn in mijn beleving, want als eenmaal die transitie echt wel vorm is gegeven, dan kan de organisatie het zelf oppakken. Ik denk dank u wel. Uw punt is dat ze daar nog niet toe in staat zijn. De minister. Oké, met die laatste ben ik misschien dus niet helemaal eens. Want er worden namelijk heel veel trainingen opgezet. En niet alleen vanuit binnen de organisatie. Maar neem het rapport Daarom stappen ze op, was ook al aangehaald, van mevrouw Sania Cilic. Naar aanleiding daarvan worden bijvoorbeeld trainingen specifiek voor leidinggevenden georganiseerd. Dus er wordt echt kennis van buiten naar binnen gehaald en vervolgens dat ook vormgegeven. Er worden trainingen gefaciliteerd, voorzitter, met als doel om leidinggevenden bewust te maken van hun eigen oordelen en vooroordelen waar ik het zojuist over had, zodat ze dat ook op hun werk dat kunnen toepassen. Dat zijn wel echt zaken die uitgerold moeten worden door de werkgever. Dat doe ik niet en dat doet in die zin de Kamer niet. Maar het is wel ontzettend belangrijk om die kennis en expertise van buiten te halen en mensen daarop op te leiden. Dus of dat nou is aan de hand van een rapport en een degelijk onderzoek zoals van mevrouw Cilic of via andere manieren, dat wordt echt volop gedaan. Dank u wel. Tot slot heel kort nog mevrouw Mütler en dan ga ik door naar de heer Assakan. En dan krijgt iedereen de gelegenheid in de tweede termijn om nog zijn punt te maken. Nee, maar concreet gaat het mij niet zozeer om trainingen, maar op het moment dat er een melding binnenkomt van discriminatie en racisme, dan kan je de eenheidschef dat oppakken. Maar je kan ook zeggen, ik laat dat door een externe organisatie oppakken, inclusief de nazorg, waarmee je de eenheid ontlast, maar daarmee dus ook de organisatie helpt om verder te komen. Ik denk dat die ruimte nu ontbreekt om dat adequaat te kunnen doen, gelet op de onderbezetting. En het is een handreiking die ik zou willen doen, vandaar dat voorstel. De minister. Voorzitter, ik denk dat je alleen dan in een situatie komt waarbij je bovenop alles wat bestaat. En er bestaan binnen zoals je bijvoorbeeld binnen een departement een onafhankelijke integriteitsfunctionaris hebt,
heb je de verschillende commissies waar ik het zojuist over heb gehad, de veiligheid en integriteit en klachtenafdeling, waarbij wel binnen de politieorganisatie, maar onafhankelijk daarvan, per eenheid en overkoepelend loketten zijn waar dus dit soort dingen worden getoetst. Dus dat is intern juist heel erg goed belegd. Waar het om gaat is dat die signalen wel daar moeten kunnen komen. Dat mensen zich veilig moeten kunnen voelen om daar een opmerking over te maken, melding te doen, aangifte te doen, noem maar hoe zwaar je het wil hebben. Het gaat juist over dat stimuleren, dat je weet, en zoals meneer Azarkan zei, dat als je dat eenmaal doet, dat je niet vervolgens geïsoleerd, uitgesloten in een hoekje eindigt. Dus het zit hem volgens mij veel meer op dat soort elementen dan nog meer dingen organiseren. Want dat heeft de politie. En nogmaals, het gaat over hele zware, complexe zaken. Maar als je aangifte wil doen, het OM, dat is geregeld. Het gaat er juist om dat we met elkaar willen uitstralen en willen laten zien en ook in de praktijk willen brengen dat mensen er ook dank dat gaan doen. Dan geef ik het woord aan de heer Azarkan, denk. Ja, voorzitter, ook een korte vraag. Het gaat over het onderzoek van de Hogeschool van Leiden. En de minister refereerde er al aan, mevrouw Tjelik. Nou, stond er in een eerste versie dat 25% van de politieagenten met migratieachtergrond binnen 3 jaar na het afronden van de opleiding weer vertrekken. En dat wordt de reden aangegeven. Ze voelen zich significant minder inclusief, vinden ze de organisatie. En ze voelen zich buitengesloten. Dat stond in de eerste versie. Nou blijkt in de versie die later, een paar dagen later naar de Kamer werd gestuurd, dat die passage is aangepast. Maar ook het percentage is aangepast. En dat was naar aanleiding van een gesprek met de reflectieronde klankbordgroep bestaande uit 6 mensen die bij de politieakte en bij de politie werken. Kan de minister aangeven op basis waarvan dat aangepast is? Of gaat dat wel heel diep? De minister. Op dit moment wel. Okay. Dat weet ik oprecht niet. Maar ik zoek dat wel graag uit. Ik snap wel dat de vraag. Maar ik weet echt niet of. En ik weet ook niet of het antwoord van de politie kan komen, moet komen of van ons kan komen. Maar ik ga er graag navragen doen. Het mag ook schriftelijk in die zin. Ik vroeg me af de onderbouwing van dat percentage. Ook het schijnt van 25 naar 17 te zijn gegaan. En dat mag ook schriftelijk hoor, na het debat. Ik zal zorgen dat we daarop terugkomen. Ik heb het zelf niet paraat, maar dat hebben we vast ergens op een goede manier staan. Dank u wel. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van deze termijn van de zijde van het kabinet. En dan kijk ik eventjes naar de heer, en bijzonder naar de heer Azarkan, omdat hij de eerste spreker is voor de tweede termijn, of hij al in de gelegenheid is. Want dan zou ik willen voorstellen, tenzij ik kijk nog maar even voor de zekerheid rond, of dat niet op het bezwaar staat, dan zou ik eigenlijk meteen willen doorgaan naar de tweede termijn. En dan is het woord aan de heer Azarkan namens DENK. Ja, voorzitter, en ik wil eerst beginnen om de collega's te complimenteren voor het debat, maar ook de minister voor de beantwoording. We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar ik vind dat op een hele beschaafde inhoudelijke toon gaat. Ik wil u ook bedanken voor het voorzitten. Ik heb een viertal moties. De Kamer hoort de beraadslagen. Ik constateer dat de Nationale Politie heeft erkend gefaald te hebben in het creëren van een veilige werkomgeving dat sprake is van structurele discriminatie, racisme en intimidatie binnen de organisatie. Ik constateer dat het onderzoek blijkt dat het niet op tijd ingrijpen bij deze misstanden heeft geleid tot uitval en burn-out klachten. Overwegend dat deze medewerkers hierdoor extra hulp en zorg nodig hebben, verzoekt de regering om het leed van deze medewerkers te erkennen en de hulp- en zorgkosten hierdoor zijn ontstaan te vergoeden. Gaat tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega's Simons, Den Haan en Mutluer. De Kamer hoort de beraadslaging en constateert dat de Nationale Politie heeft gefaald in het creëren van een veilige werkomgeving, dat de politietop heeft erkend dat er sprake is van structurele discriminatie, racisme en intimidatie binnen de organisatie. Overwegend dat het uitbannen van acceptabel gedrag op de werkvloer begint met goed en integer leiderschap en dat het documentaire De Blauwe Familie bewijst dat er nog steeds sprake is van falend leiderschap, verzoekt de regering om alle begeleiders, docenten en leidinggevenden op structurele basis te trainen op het gebied van diversiteit, vernieuw medewerkers harde criteria op te stellen waaraan ze moeten voldoen, waaronder competenties als sensitiviteit voor diversiteit en inclusie. Hij gaat over tot orde van de dag, mede ondertekend door collega's Simons, Den Haan en Mutluer. De Kamer hoort de beraadslaging en constateert dat de Nationale Politie heeft gefaald in het creëren van een veilige werkomgeving ter sprake is van discriminatie, racisme en intimidatie binnen de organisatie. Constateert dat er verschillende incidenten bekend zijn van klokkenluiders die deze misstanden hebben aangekaart en dit hen niet in dank werd afgenomen. Verzoekt de regering om de moedige klokkenluiders die dit soort misstanden aan de kaak stellen niet te sanctioneren en in bescherming te nemen. Gaat tot de orde van de dag. Mede ondertekend door collega Den Haan en Mutluer. En de laatste, voorzitter, de Kamer hoort de beraadslaging constateert dat racisme, discriminatie en intimidatie een structureel probleem is binnen de politie en het al jaren niet lukt om de cultuuromslag te maken. Verzoekt de regering om een zero-tolerance-beleid te voeren binnen de politie en tegen iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie, racisme of intimidatie altijd aangifte doen, altijd over te gaan tot ontslag als de aangifte tot de veroordeling leidt. Verzoekt de regering om ook bij werving van nieuwe medewerkers bij de politie geen medewerkers aan te nemen die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie, racisme of intimidatie. Hij gaat over tot orde van de dag, mede ondertekend door collega Simons en Den Haan. Dank.
Kijk eens aan. Dank u wel, de heer Azarkan, voor uw inbreng in de moties. Dan is het woord nu aan mevrouw Helder namens de PVV. Dank u wel, voorzitter. Het doet me pijn om te zien hoe we met elkaar omgaan. Ik voel onvermogen, want ik zou graag elke politiecollega de bescherming willen bieden die ze nodig hebben om dit mooie en belangrijke vak uit te oefenen. Ik faal. Einde citaat. Aldus de plaatsvervangend korpschef. Voorzitter, dan heb je de verwachting dat meteen de telefoon wordt opgenomen om met tenminste de mensen die in de blauwe familie te zien waren, zoveel waren het er nou ook weer niet, om daar dan meteen contact mee te leggen. Tot op heden ten dagen niet gebeurd, voorzitter. Dan heb ik daar geen enkel vertrouwen in dat welke mooie plannen van aanpak dan ook enig doel gaan treffen. En daarom, voorzitter, het is geen verrassing, de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de korpsleiding in gebreken blijft bij het naar behoren afhandelen van de langlopende PTSS-dossiers. Constaterende dat de korpsleiding ook in gebreken is gebleven bij het nakomen van de beloftes die zijn gedaan aan de agenten die te zien zijn in de documentaire De Blauwe Familie, van mening dat er onder deze korpsleiding de noodzakelijke veranderingen niet zullen plaatsvinden en het draagvlak op de werkvloer daarmee ook niet verbetert, verzoekt de regering om de huidige korpsleiding naar huis te sturen via de daarvoor juiste procedurele weg bij koninklijk besluit en gaat over tot de orde van de dag. Afrondend, voorzitter, de minister heeft wel haar betrokkenheid met de betreffende agenten getoond en haar geloof ik wel. De korpsleiding, zo blijkt uit de zojuist ingediende motie, niet. Ik gun de werkvloer een betrokken korpsleiding die afspraken nakomt. En dat gun ik de minister ook, want zij is van hen afhankelijk voor de informatie die ze aan onze Kamer geeft. Dat hebben we vaker ook in debatten besproken. Maar voorzitter, daar moeten de minister wel even voor doorpakken. En hopelijk is de motie een ondersteuning daarvoor. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Helder namens de PVV. Dan is de volgende spreker van de zijde van de Kamer, mevrouw Van der Werf namens D66. Voorzitter, in navolging van collega Azarkan, ook ik vond dit een zeer prettig debat, ondanks het gevoelige onderwerp. En wij waren het eigenlijk van links tot rechts in deze Kamer met elkaar eens dat het beter moet. En ik denk dat heel belangrijk is. Ik wil ook de minister danken voor haar goede en constructieve toon bij haar inbreng. En die eensgezindheid van ons als politiek zorgt er hopelijk voor dat de juiste mensen wakker liggen. Kijk ik ook de mensen op de publieke tribune aan. En voorzitter, daarom is er een frisse, kritische blik nodig van buiten. Plannen zijn er voorop, maar een aanjager wordt nog gezocht. Moet dat mevrouw Hamer zijn die zich bezighoudt met grensoverschrijdend gedrag? Moet dat de inspectie JNV zijn? Zouden dat de bonden moeten zijn? Het moet een serieuze partij zijn. En die interne positieve krachten die er ook zijn, en de minister noemde hen terecht, die moeten denk ik extern gestut worden. En als daar een motie van de Kamer voor nodig is, voorzitter, dan is dat maar zo. Bij deze dien ik hem in. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat de ruim 62.000 medewerkers van de politie zich iedere dag inzetten om een enorme bijdrage te leveren aan de veiligheid van de samenleving. En dat juist deze mensen recht hebben op een veilige werkomgeving en een inspirerende leidinggevende. Constaterende dat de organisatiecultuur binnen de nationale politie veilig moet zijn en dat elke misstand met kracht moet worden bestreden. Verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat een bestaand instituut voldoende bevoegdheden krijgt om het implementeren van de aanbevelingen uit het plan van aanpak, uitsluiting, racisme en discriminatie te monitoren, om over de voortgang openbaar, gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen wanneer blijkt dat de onveilige situatie blijft voortbestaan en om periodiek te rapporteren over de voortgang aan de Kamer. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ingediend door collega Michon Derksen en Muut Bleur. Dank u wel, mevrouw Van der Werf, voor uw inbreng. Dan is het woord nu aan mevrouw Michon Derksen namens de VVD. Voorzitter, dank u wel. En ook ik wil de minister danken voor haar beantwoording. En ik ben het eens met wat eerdere sprekers zeiden, dat dit een goed, inhoudelijk en ook scherp debat was. En dat moet ook, want het gaat ergens over. En we hebben het hier over een probleem waarvan we heel erg hopelijk dan weer niet volgend jaar zeggen, ja, we hebben het er vorig jaar al over gehad.
En we rommelen allemaal maar door. We hebben nu door die documentaire met elkaar, dat hoor je hier van links tot rechts in de Kamer, gezegd: dit kan zo niet langer, dit moet anders. Er ligt plan op plan, dat heb ik in mijn eigen bijdrage gezegd. En voorzitter, ik wil dat die plannen uitgevoerd worden. Ik wil dat we nu daadwerkelijk die normen die we allemaal zeggen te hebben ook worden nageleefd. Dat er sancties gaan dat de sancties worden genomen als dat niet zo is. En dat dus iedereen zich, en dat hoop ik heel erg, binnen de politieorganisatie zich uitspreekt. Met elkaar, iedereen die binnen de politieorganisatie werkt. Er zijn moedige mensen die dat in de documentaire hebben gedaan. Maar voor iedereen moet gelden, spreek je uit, sta op. Accepteert het niet langer. Voorzitter, ik heb de motie van mevrouw Van der Werf mede ondertekend om juist voor die monitoring om dat te onderstrepen. Ik kijk uit naar de reactie van de minister daarop. En dank u ook voor uw goede voorzitterschap vanavond. Dank u wel. Dank u wel voor uw inbreng, mevrouw Michon Derksen namens de VVD. Dan is de volgende spreker van de zijde van de Kamer, mevrouw Kuik, namens het CDA.